Goedemorgen. We gaan het deze les hebben over de roos van Mary. Je hebt daarvoor een cursus nodig, pagina 195 of tot 205. Dit deeltje gaat over modellen om interactie tussen mensen te typeren. En er zijn er twee die we gaan bekijken. Twee modellen. Ten eerste de roos van Mary. Die gaat over gedrag is te voorspellen. Dus die zegt eigenlijk van, aan de hand van het gedrag dat ik stel, kan ik een beetje zien of voorspellen wat gedrag dat de andere gaat stellen. De tweede die we gaan bekijken is de actienroos van Kubelier, waarbij we gaan kijken, of waarbij Kubelier zegt, dat de manieren waarop mensen zich gedragen tegenover anderen ook kunnen bekeken worden, kunnen geanalyseerd worden. En dus bij de roos van Leri gaat het erover mijn gedrag is te voorspellen, en bij de actienroos van Kubelier gaat het over de manier waarop mensen zich tegenover de anderen gedragen. De roos van Leri, even in een soort van schema gezet, hè, waarbij je kan gaan kijken van als ik mij offensief gedraag, hè, dan ga ik boven de anderen staan. Als ik proactief ben, dan deel ik een deel dingen uit. Ik ben actief bezig, maar vooraf vooral. Als ik bij de samen zit, het wij, het gezamenlijk belang, dan ga ik samenwerken. Als ik het receptief heb, hè, dan ga ik samenwerken met mensen, maar ik zeg ook altijd ja. Als ik dit ben, waarbij ik mijn ik ga bekijken, hè, en die ik is dan belangrijker. We gaan die vier, want we hebben vier assen, we gaan die één voor één bekijken. Oké. Wie of wat is de roos van Leri? Wel, wie heeft die ontwikkeld? Dat was Timothy Leary. En die heeft die roos ontwikkeld omdat hij zegt van kijk, ik ben gaan kijken naar een interactiecirkel. Wat is een interactiecirkel? Je weet, als we het hebben over in interactie gaan, dan gaat het over het gedrag tussen mij en jou, of tussen verschillende mensen. Ja? Leary is ook gaan kijken naar welk effect heeft mijn gedrag op dat van anderen. Waarbij dat hij eigenlijk gezegd heeft, of ontdekt heeft, dat gedrag te voorspellen is. Die zegt van kijk, het gedrag dat ik stel, daar roept een reactie op. Als jij tegen een medeleerling zegt, zeg jong, hè, dan gaat hij dan ook op eenzelfde manier reageren, dan gaat hij ook geprikkeld reageren. We kunnen dan ook zeggen dat ons gedrag beïnvloedbaar is. Dus bij de roos van Leary, als we die gaan bekijken, gaat het er vooral over hoe dat je iets zegt, hè, de manier waarop je iets zegt. In de roos van Leary hebben we twee assen. We hebben de as boven en onder. Boven, die gaat over lijden. En die staat tegenover die van onder en dat gaat over. We hebben de as tegen, dat gaat over ik, waar ik mezelf voor een stuk belangrijk acht. En dat gaat over samen. We gaan samenwerken met anderen. We gaan die weer bekijken. De combinatie, want we hebben altijd een combinatie van assen. De combinatie van de as boven en onder, die we net bekeken hebben hier, hè, en de as tegen en samen, die gaan we in vier sectoren kunnen opdelen. De as A, we gaan dat even zien, die noemen we A. En dat is de boven- en tegenas. Dat is leiden en ik. Ik word geleid door. Hè? En een andere gaat tegen mij zeggen wat ik moet doen. De as B noemen we de as tegen en onder. Dat gaat over ik en ik ga volgen. Dus ik heb iets gedaan en de andere volgt mij. De as boven en samen noemen we de as C. Dat is de as van leiden en samen. Dus van bovenaf is er één iemand die de leiding neemt en we gaan samenwerken. We maken daar één geheel van. En als laatste de as D, de samenas, samen onderas, is samen en volgen. Dus we werken samen aan een geheel. We volgen elkaar, als het ware. Ik ben even in een schema gegoten dat voor u iets makkelijker is. Het is opnieuw de as boven tegen, die groene pijl, die vormen de A. De as boven samen, waarbij we gaan samenwerken, maar toch één iemand de leiding neemt, vormt de as C, of het getalletje C. De as samen of onder, of samen en onder, dat vormt samen de D, dus we gaan samenwerken tot één geheel. En tegen en onder, dus ik en ik ga volgen, dat vormt de B. Ik weet dat dit niet zo simpel is, niet zo makkelijk is, maar het gaat misschien aan de hand van oefeningen een beetje duidelijker worden.
opnieuw onze roos van leren in een andere vorm, waarbij we opnieuw zien, kijk boven. Hè. Denk even aan onze vorige les, waarbij we gezegd hebben, we hebben een gedrag en in dat gedrag zit een relatiewens. We willen iets bekomen. Hè. Dus het donkerroze is mijn gedrag, of het gedrag dat wij stellen. Het lichtroze, hetgeen dat daar buiten staat, is de relatiewens. Datgene wat we willen bereiken in die relatie. Dus we gaan eens kijken bij de boven en onder, hier, en gaan we leiden. Ik leid, dus wat verwacht ik van de andere? Luister naar mij. Boven, ik help. Wat verwacht ik van de andere? Wij mogen elkaar, dus ik wil eigenlijk dat je graag meehelpt. Als we naar samen en meewerken gaan kijken, dan is samen en onder, hè. Meewerken is, goh, ik doe wat jij wil. Ik luister naar u. Ik ga luisteren hoe dat jij iets uitlegt en ik ga dat samen met jou doen. Afhankelijk daar ook bij, hè, is van, help mij. Ik heb hulp nodig. Als we naar de as boven en tegen gaan kijken, concurreren, dat wil zeggen competitief, het is een ander woord dat hier staat, is eigenlijk, ik wil willen. Dus wat wil ik in die relatie willen bereiken? Goh, mannen, kijk eens hoe goed dat ik ben. Hè? Offensief, ik ga mij offensief opstellen, dat wil zeggen, ik ga wel doen, of ik ga samen, ik ga tegen, maar je hoeft voor mij niet bang te zijn. Ik zal mijn mening wel zeggen, maar je moet niet bang te zijn. Als tegen en onder, ik ga opstandig zijn. Opstandig, ik ga niet akkoord. Ik wil het niet. Dus, mijn relatiewens is, oh, minacht mij maar. Hè. Trek me van u niks aan, hè. Doe maar. Als ik teruggetrokken gedrag heb, hier, dan zeg ik eigenlijk, laat me met rust. Een andere vorm van, die misschien iets duidelijker is. Ja. Ik ga het even kort zetten, wat we net gezien hebben in onze actieroos, of ja, in onze roos van Leri. Leidend gedrag, dat wil zeggen, ik neem leiding, ik kan organiseren, of ik kan initiatief nemen. Soms, en dat wil dan overdreven zeggen, hè, speel ik ook de baas. Dit vind je nog volledig terug, maar we gaan erop zien in ons online les. Ik heb dat nog volledig in een schema gegoten in de cursus op pagina 197. Helpend gedrag, dat wil zeggen, ik steun, ik moedig aan, ik ga voor anderen zorgen. Overdreven helpend gedrag kan bemoeiziek zijn. Dus ik moei me overal mee. Dus de ene zegt, ja maar, dus het ja maar. Meewerkend gedrag, dan zijn we vriendelijk. We geven toe. We zijn gericht op samenwerken met anderen. Maar soms gaan we ook overdreven vriendelijk zijn. We noemen dat soms ook mouwvegen. Ik ga een beetje mouwvegen. Ik wil toch wel wat gedaan krijgen. Afhankelijk gedrag is passief. Ik wacht af. Ik verwacht hulp van de anderen. Ik ga volgzaam zijn. Ik doe wat de andere zegt. En soms, terwijl we in overdrijf, dan zijn we hulpeloos. We zijn naïef, we denken niet goed na, we nemen alles maar voor waarheid aan, of we zijn angstig. Als we teruggetrokken gedrag hebben, eigenlijk iets anders dan afhankelijk gedrag, ook al staat hier ook weer afwachtend, als we teruggetrokken gedrag vertonen, dan zijn we afwachtend, terughoudend. We zijn heel onzeker. We zeggen eigenlijk niet veel, want wij vinden dat een ander het beter weet. Soms kan dat zijn, bij dat teruggetrokken gedrag, dat je op zichzelf bent, op je eigen bent. En dat je eigenlijk niet meewerkt, wat niet leuk is voor de anderen. Als we opstandig gedrag vertonen, dan zijn we eigenlijk wantrouwend en we protesteren. Dat is niet waar, ik ga daar niet mee akkoord. Ik vind dit, ik vind dat. Soms kan dat ook heel spottend zijn en bitter. Spottend mee, wil ik mee zeggen van sarcastisch. Hè? Ah, zeg het maar, ja. Je hebt gelijk. Je hebt ook altijd gelijk. Hè? Dus dat is ook het opstandige. Bittere, spottend gedrag. Agressief gedrag is op een negatieve manier opkomen voor mezelf. Want het is opkomen voor jezelf is wel een belangrijke, mannen. Maar als je dat op een negatieve manier doet, dan ga je dat op een vijandige manier doen. En soms is dat letterlijk vechtend, maar verbaal kan je ook vechtend zijn. Hè? Dus eigenlijk een conflict uitlokken. Ruzie maken. Competitief gedrag, dan kunnen we zeggen van, ik heb veel zelfvertrouwen.
Ik ben Haantje de Voorste. Nu, wat is dat Haantje de Voorste zijn? Dat is iemand die bijvoorbeeld altijd zegt, ikke, ikke, ikke. Of die mensen met zijn vingers zitten knippen, hè, in de klas. Je weet dat ik daar niet tegen kan. Hè, maar dat zijn de Haantjes de Voorste. Die zeggen van, zie mij. Ja, ik weet het, zie mij hier. En heel vaak, of soms, kan dat ook overkomen als arrogant zijn. Een opschepper zijn, een dikke nek hebben. Als we naar de Roos van Leri gaan kijken, we hebben het al gezegd, dan toont dat heel duidelijk aan dat het gedrag van de ene persoon het gedrag van de andere gaat beïnvloeden. Complementair, en want we hebben het nu over de complementaire sectoren, complementair wil zeggen, die vullen elkaar aan. Dus, jij vult de ander aan. Als jij boven bent, dan is de ander onder. Als jij onder bent, dan gaat de andere samen zijn. Als jij samenwerkt of samen bent, dan gaat de andere ook samen zijn. Als jij tegen bent, is de andere ook tegen. Nieuw even, hè? Leidend gedrag lokt afhankelijk gedrag uit. En omgekeerd, dus afhankelijk gedrag lokt leidend gedrag uit. Als ik mij leidend opstel, dan gaan de anderen zich afhankelijk opstellen. Maar als ik mij afhankelijk opstel, dan gaat een ander zich heel, dan gaat hij de leiding nemen. Competitief gedrag, ik wil winnen. Lokt voor een stuk teruggetrokken gedrag uit, maar ook omgekeerd. Teruggetrokken gedrag lokt dan competitief gedrag uit. Agressief gedrag lokt opstandig gedrag uit. Opstandig gedrag lokt agressief gedrag uit. Helpend gedrag lokt meewerkend gedrag uit, dus ik ga helpen en de andere gaat sowieso meewerken. En meewerkend gedrag lokt helpend gedrag uit. Dus hieraan kan je zien, we zijn er nog niet hoor, maar hieraan kan je zien dat elk gedrag een tegenovergesteld gedrag uitlokt. Dat is hetgeen dat we hier eigenlijk willen zeggen. Oké, dit deeltje, want axeloos gaan we grondiger en uitgebreider bekijken. Bij dit deeltje horen een aantal taken en opdrachten. Je kan die taken en opdrachten vinden in Smart School, opnieuw zoals vorige week onder je gaat naar je vakken, je gaat naar oefeningen, je klikt op die oefeningen en je gaat er daar drie vinden. Opdracht 1, test je gedrag. Opdracht 2, situeer jezelf op die roos van Leri. En opdracht 3, de toepassingen. Als je via, en ik heb eigenlijk het liefste als Smart School goed werkt, dat je dat via Smart School doet, dan is het weer opnieuw hetzelfde, trouwens in het Classroom op. Je maakt de taken online. Hè. Je weet dat de directie of de directeur een mail gestuurd heeft waarin staat dat alle taken de deadline krijgen op zondagavond om een minuut voor middernacht. Nu, ik ga het systeem van gewoon het schoolsysteem erin zetten. Dus, de taken, je gaat dat ook zien. Die taken gaan pas zichtbaar staan na onze online les van deze week, of van volgende week, van maandag op dinsdag, afhankelijk A of B klas. Dus dan pas, en na het bekijken van dit filmpje. Dat wil zeggen dat de taken pas om 11 uur, 10 of 11 uur online staan. Dat je die pas vanaf dan kunt gaan maken. Deze week is er geen andere opdracht die je moet gaan zoeken bij documenten. Je vindt ze allemaal bij oefeningen op Smart School. Als je naar Google Classroom gaat, en mannen, even heel belangrijk, meld u aan. Je hebt van mij allemaal een uitnodiging gekregen, meld u aan. Dan zit je in die Google Classroom. Via die Google Classroom gaan wij waarschijnlijk ook vaker werken. En ook naar de toekomst toe ga ik dat meer gebruiken. Dus meld u daarin aan. Op Google Classroom hetzelfde. Ook daar komen de oefeningen, maar daar weet ik het zeker, komen de oefeningen pas om 11 uur online. Kan je die pas vanaf 11 uur zien. Opnieuw weer hetzelfde. Je vult dat online in, je deelt dat, je stuurt dat terug door. Weer geen code nodig, je stuurt dat terug door. En ik krijg alles en kan gaan verbeteren. Oké? Volgende week gaan we dus, op de week nadien, en na de week van 5 mei, gaan we dus de actionrol behandelen. Dat we grondiger gaan doen, uitgebreider gaan doen, omdat dat meer op maat van leerlingen is. De roos van Leri is meer naar volwassenen toegericht. Oké, tot de volgende keer mannen. En tot maandag online en de A-klas dinsdag online. Dag!